Hoi, dan zijn we begonnen. Ja, ik zal allereerst eventjes wat vertellen over het project. Nou, het project zelf behoeft natuurlijk niet al te veel uitleg meer, maar voor de mensen die net zijn ingeschakeld of net zijn aangehaakt, het project Groenblauwe Oplossingen vanuit de Hanze, een raakproject, gefund door SIA, moet ik er van vervolgens altijd netjes bij zijn. Het gaat natuurlijk over groenblauwe oplossingen, kansen en risico's. En daarin onderzoeken we de groenblauwe oplossingen die er zijn in Nederland. Met name Wadis. Nou ja, Floris gaat het zo meteen in het filmpje wat we hebben, gaat hij dat nog even uitgebreid vertellen. Dus ik zal er niet te veel over prijsgeven. Maar daar zitten we nu vol in. We zijn vol bezig met onderzoek. En nou ja, ik mag het project dan leiden namens de Hanze voor één dag in de week. En toen we hier in april mee begonnen, was ik daar koud één week mee bezig. Terwijl het project al vanaf januari liep. Dus het was een beetje een soort van vliegende start. En Joey en ik zijn gaandeweg gaan ontdekken waar we toch in zijn beland. Nou, dat hebben we nu wel goed in de gaten. En we zijn alles aan het, nou ja, aan het organiseren dat het uiteindelijk naar een goed product of naar een serie eindproducten komt. We doen dat volgens een aantal werkpakketten, waarin we soms zelf in de lead zijn, maar soms ook anderen. Nou, we hebben bijvoorbeeld de Hanze Hogeschool die daar een deel van doet. Ted Veldkamp gaat daar straks wat over vertellen. Nou ja, we zijn nu alweer bij Kerstmis. Het vorige consortiumoverleg, het zou al een paar weken eerder zijn, stond netjes in de nieuwsbrief. Maar helaas is de nieuwsbrief bij veel mensen niet aangekomen of in de spam. Dus we hebben dat uiteindelijk maar moeten mailen en deze moeten verplaatsen. Dus hoe wij jullie gaan informeren in de toekomst is ook een puntje. Dat gaan we waarschijnlijk op dezelfde manier doen zoals we dat de afgelopen keer hebben gedaan. Met een stukje nieuwsbrief gewoon via een pdf in de mail. Dat is het allermakkelijkste. En die kun je natuurlijk ook naar hartelust verspreiden als dat nodig is naar je eigen achterban. Oké, even terug naar wat we gedaan hebben. Daar hebben we iets moois over gemaakt. Althans, het waterschap Drentse Overijssel Delta heeft een mooie compilatie gemaakt van het Climate Café wat wij in Zwolle en omgeving hebben gedaan. Dus daar kunnen we nu even naar kijken. Mijn naam is Floris Boogaard. Ik ben lector bij de Hanze Hogeschool. Ik ben ook consultant bij Deltaris en onderzoeker bij het Global Center of Adaptation. En deze week zijn we proeven aan het doen. We zijn hier in Zwolle bij een wadi, wat gebruikt wordt als klimaatadaptatie, groene klimaatadaptatie, waar nog heel veel vragen van zijn voor verschillende gemeentes. Bijvoorbeeld in het Drentse Overijsselse Deltagebied. Daar gaan we onderzoek doen naar deze klimaatadaptatie. Het is belangrijk om hier onderzoek naar te doen, omdat dit is de nieuwe normaal. We hebben intensievere buien, die wateroverlast veroorzaken. Dat past niet allemaal in grijze buizen onder de grond. Dus we proberen de openbare ruimte, de groene openbare ruimte, te gebruiken om het water te bergen en langzaam te infiltreren naar de ondergrond. Dus dat is een oplossing voor droogte, dat is een oplossing voor het vasthouden van water, dus dat we geen wateroverlast meer hebben. En ook bijvoorbeeld hittestress. En wat je hier ook ziet is natuurlijk hele mooie bloemen, dus het is ook biodiversiteit. Dus we proberen dit te promoten. Maar er zijn nog wel een hoop vragen. Hoe snel gaat het water bijvoorbeeld, hoe snel infiltreert het? Is het water weg voordat een volgende intensieve bui komt? Nou, dat proberen we hier te simuleren met een tankwagen onder andere. We kijken ook naar de biodiversiteit. Hè. Dus je ziet een paar studenten hier ook kijken welke bloemen hier zijn. Want meestal met bloemen, afgezien natuurlijk van de vlinders en de bijtjes, krijg je hiermee ook een betere doorlatendheid van de bodem en een gezondere leefklimaat eigenlijk. De resultaten van de Climate Cafés, dat is dus heel veel data. Die stoppen we in een database, dat heet Climate Scan. Die onder andere gebruikt wordt door het waterschap Drentse Overijssel Delta en heel veel partijen, het is internationaal. En met die data gaan we analyses maken. Waar werken dit soort voorzieningen wel? Op welke locaties, waar misschien niet? Waar kunnen we van leren? Het moet nu verzameld worden en het moet leiden tot nationale richtlijnen voor groene klimaatadaptatie. En dat is een droom en daarom hebben we dit raakproject gefund door SIA over groenblauw. Klimaatadaptatie. Nou, dat is een prachtig, prachtig filmpje waarin eigenlijk prima wordt weergegeven wat,
wat we hebben gedaan in het Rensselaer-Ruijs-Delta-gebied. Maar het systeem is in de andere climate cafés en op de andere onderzoekslocaties niet anders. Dus iedereen is weer even bij wat betreft waar raakgroen-blauw ook alweer over gaat. Even kijken. Ja. Dus we gaan even terugkijken en even de hoogtepunten. Waarin we nu een aantal mensen aan het woord gaan laten. Ik zal nog even een stukje vertellen over de tijdlijn vanaf het start van het project tot zeg maar waar we nu zijn. Officieel startte dit project 1 januari van 2021. En daar zijn we, moet ik zeggen Floris, met een aantal mensen begonnen. Ik geloof in Arnhem in de Geitenkamp. Op het hellend gebied heb je een aantal kleine raingardens en waterlatende verhardingslocaties. Daar zijn onderzoeken gedaan. Nou, zoals je ziet, die zijn ook nog weer herhaald. De 29 maart hebben wij de startbijeenkomst van het consortium gehad. Dat was eigenlijk de officiële aftrap waarin we goed en wel zijn begonnen. Het Climate Café in mei in WDO Delta en vlak daarna in Groningen. Die kwamen vlak bij elkaar. Nou, de meting in Arnhem en ook in Groningen, daar zal Richard zo meteen nog even wat over zeggen. Hebben we in oktober nog een aantal metingen gedaan. En volgens mij is Floris vorige week nog een keer weer terug geweest naar de Geitenkamp om daar de metingen te herhalen. Maar de Climate Cafés, wat hebben we gedaan? Daarvoor hebben we live vanuit Zweden, bij Geert Westerhuis. We hebben hem niet ingevlogen, hij zit er gewoon nog. Geert, zou je jezelf even willen voorstellen wat je doet? En daarna mag je even wat meer vertellen over de Climate Cafés. Ja, absoluut. Ik zal even mijn beeldscherm delen. Ik heb even een korte PowerPoint-presentatie voorbereid. Even kijken. Kunt u dit zien? Yes. Super, gaat super goed. Zoals net al uitgelegd, ga ik eventjes vertellen wat precies een climate café is. Hoe het eruit ziet, wat er gemeten wordt, hoe er gemeten wordt en wat mijn ervaringen daarbij waren. Eerst even over mezelf. Mijn naam is Geert Westerhuis. Ik ben 23 jaar. Ik ben derde jaar student civiele techniek aan de Hans Hogeschool in Groningen. Ik zit momenteel in Zweden. Wellicht dat u de mooie vlaggetjes kan zien op de achtergrond. Ik heb afgelopen februari tot juni onderzoek gedaan op bedrijventerrein Euvelgun in Groningen. Naar verschillende klimaatadaptieve maatregelen. En dat heb ik gedaan bij het kenniscentrum Bureau Noorderruimte. Hoe ziet nou precies een climate café eruit? Ik heb hier vooral de focus gelegd op wat wij in Groningen hebben gedaan, omdat ik hier zelf aan heb deelgenomen. Allereerst is er een probleemstelling gegeven door de gemeente Groningen. En dat ging over een bedrijventerrein Hoendiep. Dat is een bedrijventerrein in Groningen en die hadden last van wateroverlast, van hittestress. En het moest op een bepaalde manier worden opgelost. Dus dat is aan ons uitgelegd wat precies de case was. Vervolgens hebben wij informatie gekregen van onder andere Floris Boogaard, Allard Roest, beide aanwezig, over hoe wij nou precies goed onderzoek moeten doen. En vervolgens hebben wij dus een hele dag gemeten in Groningen. En met de ervaringen daarvan hebben wij bedacht van hey, hoe kunnen wij nou Hoendiep, het bedrijventerrein in Groningen, verbeteren, aanpassen, zodat het water beter kan infiltreren, waardoor het koeler is en waardoor het dus een betere leefklimaat heeft. En dat hebben wij afgesloten met een eindpresentatie op de vrijdagmiddag. Wat wordt er gemeten en hoe? Ik neem als voorbeeld Groningen. Hier zijn XRF-metingen gedaan, full-scale-metingen, een data-collection en een biodiversiteit-inventarisatie. Dat hebben we gedaan op de locaties zoals rechts afgebeeld. Rechts onderaan ziet u bedrijventerrein Euvelgunnen. Dat is waar ik zelf onderzoek naar heb gedaan. En er zijn nog een aantal andere locaties in Groningen die wij hebben gekozen. Omdat het A interessant was, B er was nog niet veel data van. Dus daarom hebben wij die gekozen. De voorbereiding. We hebben dus de verschillende locaties gekozen. Er waren een hoop partijen betrokken. Zoals de gemeente, waterschap, bedrijven zelf natuurlijk. Want wanneer wij een meting wilden doen bij bijvoorbeeld hier rechts onderaan Salomons Metalen, moesten we natuurlijk wel hun toestemming hebben. Er waren scholen aanwezig, een loonbedrijf,
onderzoekscentra, scholen, universiteiten, belanghebbenden en de partner voor de XRF-metingen. Hier ziet u een XRF-meting, die wordt gedaan door een klasgenoot van mij. Heel simplistisch uitgelegd is dat een apparaat wat door middel van röntgenstraling diverse elementen kan detecteren, waaronder zware metalen. En dat zegt iets over de bepaalde vervuiling in de grond, wat natuurlijk heel erg belangrijk is voor de veiligheid. Vervolgens de full skill test. U zag het net ook al eens in de video. We zien hier op de achtergrond een grote giertank. Die loost water in een wadi. Dat is eigenlijk heel simplistisch uitgelegd een soort verlaging in het maaiveld dat water kan bergen en vervolgens kan infiltreren. In de wadi hebben wij dataloggers neergelegd. Die ziet u links onderaan afgebeeld. Dat is een apparaat wat conductivity, pressure en temperature kan meten. In dit geval was alleen de pressure, de druk, belangrijk. Je plaatst een diver in de wadi. Vervolgens wordt er water opgeloosd. Door het water wordt de druk op de diver hoger. En naarmate het water weer infiltreert, is er dus een bepaald drukverloop dat steeds lager wordt. En daarmee kunnen we dus iets zeggen over de infiltratiesnelheid. Hier heb ik een video. Dit is op de campus van Groningen. Dit is waterlatend asfalt. Piet Zijlstra van Polycifiel is hier heel erg veel mee bezig geweest, ook aanwezig. En we zien hier dat het water eigenlijk extreem snel infiltreert in de grond, in het asfalt. We hebben geprobeerd om dit met dataloggers te meten, maar ja, dat was gewoon niet te doen, omdat het gewoon heel snel gaat. Dus dat is een hartstikke mooie techniek. Even zien. Vervolgens was het ook belangrijk om alle data goed op te slaan. Dat hebben we gedaan door middel van ClimateScan. Hartstikke mooi programma waarbij verschillende klimaatadaptieve maatregelen wereldwijd kunnen worden gemapt in een interactieve kaart. Hier is een voorbeeld van Salomons Metalen, een bedrijf waar wij ook metingen hebben gedaan. Het idee is dus dat een bepaald bedrijf wordt gemapt, zoals we dat noemen. En vervolgens is er allemaal informatie toe te voegen. We zien hier afbeeldingen, we zien hier een samenvatting. Er staan downloads van verschillende datasheets. Allemaal belangrijke informatie dat allemaal relevant is bij het bepaalde project. En vervolgens hebben wij nog gekeken naar biodiversiteit. Dat zagen we net ook al heel eventjes terugkomen in de video. We zien hier Veronica. Een student uit Italië, heel erg veel betrokken met biodiversiteit. Het idee was dat wij in de wadi een houten frame hebben neergelegd, zoals rechts afgebeeld. En binnen dat frame is dan verschillende beplanting. En vervolgens wordt geanalyseerd welke beplanting daar is. En een bepaalde soort beplanting heeft effecten voor de mate van infiltratie. Dus is dat relevant voor de wadi. Vervolgens hebben wij dus de verschillende metingen gedaan. We hebben een hele dag zijn wij bezig geweest, dus we hebben op zich een hele hoop ervaring kunnen opdoen. Vervolgens hebben wij daarop gereflecteerd en zijn we bezig geweest om met de geleerde kennis een plan te maken om Hoendiep, het bedrijventerrein wat aan ons is voorgesteld aan het begin, om daarbij aanpassingen te maken zodat dat klimaatadaptiever kan worden. Mijn ervaringen, je leert in de praktijk, dat is altijd leuker dan op school. En een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Je bent aanwezig, dus het is niet alleen een beeld, het is een full experience. Dus het zijn nog veel meer dan 1000 woorden. Je leert gewoon een hele hoop, het is heel dynamisch. Het is gewoon hartstikke goed om op die manier te leren. Want er is prima uit te leggen wat een wadi precies is en hoe water kan infiltreren. Maar als je erbij bent en je ziet het, dan... hoe zeg je dat? Het lijkt gewoon logischer. Het maakt meer sens, laat ik het zo zeggen. Hartelijk dank voor uw aandacht. Nou, dankjewel Geert. Het is een prachtige uiteenzetting over hoe je de Climate Cafés, of hoe je dit Climate Café hebt opgezet. En dit lijkt in Climate Cafés geen vast omlijnd kader. Het is geen vast product wat altijd precies hetzelfde is. Maar dit is wel een hele mooie weergave. Ik heb even een vraag aan jou. Wat heb jij hier zelf nou het meest van geleerd? Wat is jou nou het meest bijgebleven? En even in de technische zin. In de technische zin. Ik heb vooral onderzoek gedaan naar euvelgunnen.
naar dat bedrijventerrein. En de verschillende informatie die wij door de metingen hebben gekregen, heb ik moeten analyseren. Dus ik heb ook gekeken naar bijvoorbeeld Salomons Metalen, wat ik net heb genoemd. Daar lag een wadi, biodiversiteitswadi. En daar hebben wij dus gemeten met de infiltratiesnelheid. En daaruit hebben wij dus de verschillende grafieken geanalyseerd. En daarbij kunnen we dus goed leren hoe dat water nou precies infiltreert. We hebben dat door middel van de datalogs gedaan. Ook een andere infiltratiemethode. Dus daar heb ik veel naar gekeken. Ik heb gekeken naar de XRF-metingen. We hebben een aantal slipmonsters genomen uit een waterloopje waar een bedrijf water heeft geloosd. En daar was het ook interessant om te zien dat er bepaalde materialen waren die er niet zouden moeten zijn. Of die er juist wel zouden moeten zijn. En daar hebben we gewoon van geleerd dat je weet wat kan wel, wat kan niet. Wat zijn de maximale waarden, wat zijn de minimale waarden. Dus al geheel leer je gewoon veel meer over de veiligheid van de verschillende materialen. Oké. Dankjewel. Zijn er mensen die nog, ik zag al iets over de XRF, maar daar gaan we zo nog wat over vertellen. Zijn er mensen die nog een andere vraag aan Geert hebben? Over? Anders dan gaan we gewoon verder naar de volgende. Nou Richard, dan kom ik bij jou. De man van het plaatje van de voorkant. Ja, hey, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Zal ik direct even een plaatje bijpakken en mijn scherm delen? Doe maar. Ja, helaas geen origineel plaatje meer. Hij blijft mooi hoor. Maar ik kon het natuurlijk niet laten om deze even te laten zien. Ja, het hele Noorden ja, heeft je gezien. Je hebt hier ook mee in de krant gestaan, hè? Ja, zelfs het Dagblad van het Noorden hiermee gehaald, ja. Ja. Nog bedankt voor die foto, trouwens. Ja, hey, goedemorgen allemaal, ik ben Richard Walters, werkzaam als adviseur Stedelijk Water met de gemeente Groningen. En mij is gevraagd om iets te gaan vertellen over de metingen die we hebben gedaan op 5 oktober in de stad. En iets over de uitkomsten en de inzichten die we daar hebben gedaan. Nou probeer ik het volgende plaatje. Ja, dat gaat op deze manier. Ja, waarom wadi's? In de stad hebben we toch een behoorlijke opgave. Op het gebied van klimaatadaptatie. Zoals jullie hier kunnen zien, een aantal plaatjes die een beetje een beeld geven naar een hoogspanningsstad. En linksboven een weergave van de stresstestkaart. Met toch wel heel veel rode en oranje streepjes. Oftewel water op straat situaties. Nou, de manier hoe we dat grotendeels ook willen oplossen is aan de hand van groen-blauwe oplossingen. En dan met name wadi's. En dat hebben we de afgelopen jaren al heel wat van aangelegd. Er liggen er nu een stuk of 21 in de stad. Een van de eerste die we hebben aangelegd, die ligt in het zuiden van de stad. Die hebben we in 2002 aangelegd. En de laatste, bovenin in het noorden, vlakbij de Hans Hogeschool aan de Zernikkelaan. En volgens mij zie je zelfs een bouwtekening hier op de achtergrond ervan hangen. Dus dat is zelfs nog in uitvoering. Maar we hebben op 5 oktober hebben we op 4 andere locaties infiltratieproeven gedaan. Onder andere in 3 woonwijken en bij een school. En daarvan zien jullie het plaatje rechts onderin. Bij OBS De Wissel in Haren. En gelukkig heeft Geert net al het een en ander even uitgelegd over hoe die metingen in zijn werk gaan. Hè, met zandzakken en met een grote watertank. En de uitkomsten zien jullie hier. De grafiek met de pijltjes geeft even, of de pijltjes geven aan waar we de meting hebben gedaan. En de laagste infiltratiecapaciteit is een infiltratiecapaciteit van 67 centimeter op een dag. En de snelste was in Haren
Of nee, in Groningen Zuid, helpen maar. Je had zelfs een infiltratiecapaciteit van 657 centimeter per dag. Nou ja, factor 10 dus. Wat we hieruit kunnen concluderen is dat ze in ieder geval, alle vier de gemeten wadi's, voldoen aan de eis. Waarbij ze binnen een dag in ieder geval 30 centimeter kunnen afvoeren. Waarom 30 centimeter? Omdat het de maximale waterdiepte is in de wadi's in de stad. Ja, en waar zit hem dat nou in dan, die grote verschillen? We hebben een aantal factoren nu op een rijtje gezet. En dat is onder andere, wat speelt er in het gebied? Hè? Wat is de bodemopbouw? En wat zijn de grondwaterstanden? Dat zie je hier een weergave van. Die slecht doorlatende, tussen aanhalingstekens, ligt onderin, rechts. Dat is eigenlijk op een... buiten de hondsrug, dus in een klei-veenachtig gebied met hoge grondwaterstanden, dat vooral, zelfs 30 centimeter onder het maaiveld is er gemeten. Terwijl die hele goed doorlatende wadi op de flanken van de zandrug, de hondsrug, ligt met hele lage grondwaterstanden. Dus daar zou het aan kunnen liggen. Of zou het komen door de verschillende in de opbouw. Dat was het mooie van deze vier verschillende wadi's. Ja, je ziet hier nou drie plaatjes. Van die oudste, bij OBS De Wissel, hadden we helaas geen gegevens van de opbouw. Maar van die andere drie wel. Die bovenste bijvoorbeeld, dan zie je dan een hele robuuste opbouw met 60 centimeter bomenzand en zelfs een mengsel van lava. En tilaarde met een hele forse drain. En die had een, de minste of de laagste infiltratiecapaciteit. Terwijl in Groningen Zuid een grindkoffer is toegepast met een laag van 30 centimeter grond daarop. Deze verschillen had ik niet zo verwacht. Ene keer wel, een keer niet. En ook iets wat ons is opgevallen is tijdens de XRF-metingen. Dat er zijn drie locaties zijn onderzocht met het röntgenapparaat. En daarbij zijn er toch op twee locaties verhoogde concentraties aan zware metalen ontdekt. En op het linkerplaatje zie je dus wel wat waarschijnlijk de oorzaak is. Dus bij de grote Beerstraat, de wadi ligt hier aan de linkerkant, waarbij de oppervlakkig via de regenpijp over de straat de wadi in wordt geloosd. En precies bij dat lozingspunt waren verhoogde concentraties gemeten. Met zink. En hierboven zie je dus al waar waarschijnlijk dat zink vandaan komt, van die beplating tegen de gevel aan. En hier rechts zie je de wadi waar verhoogde concentraties aan koper waren gemeten. En daar zie je de bron ook wel, waarschijnlijk wel, want hier moet nog nader onderzoek worden gedaan. In de Grote Beerstraat is in ieder geval de sanering al ingezet. En de sanering betekent hierbij een paar vierkante meter bovengrond verwijderen, vervangen door schone grond. En de regenpijp die gaan we nu ondergronds aansluiten op het regenwaterriool. Conclusies van die dag. De belangrijkste eigenlijk. Infiltreren in de Groninger klei met de hoge grondwaterstanden is gewoon goed mogelijk. Overal is het ijs gehaald, het liep goed weg. Maar daarnaast zullen we toch naast het ontwerp, de opbouw, toch meer aandacht moeten besteden aan de omgevingsfactoren. Wat je zag, de lage grondwaterstanden, eigenlijk op zich wel logisch, hebben toch best wel een groot effect op de infiltratiecapaciteit. Maar daarnaast ook de aanleg. Want de plaatjes die je hier onderin ziet bijvoorbeeld, dat is dan in Haren. Het rechte plaatje ligt 100 meter verderop, een wadi waar het water gewoon constant in staat en dus helemaal niet doorlaat. Dus waar zit hem dat nou in? We verwachten dat dat oorzaak zit in een aanlegfout.
En daar zal nog nader onderzoek moeten worden uitgevoerd. Ja, en natuurlijk ons moeten gaan richten op die regels om een verbod in te stellen voor de toepassing van uitlogende materialen en bebouwing dat loost op de Wadi. En ook daarvoor zou meer onderzoek is daarvoor noodzakelijk. En daar heb ik kan ik de mensen van de Hans Hogeschool absoluut bij gebruiken. Dus in ieder geval dank daarvoor wat jullie de afgelopen jaren voor de gemeente in ieder geval al hebben betekend. En jullie dank voor de aandacht. Meer informatie trouwens is te vinden op ClimateScan ook. De foto's en alle data zijn via de punten op ClimateScan terug te vinden. Dankjewel Richard. Ja, dat is een prima uiteenzetting en ik zie dat Frans zich al heel erg druk maakt over de afgegeven vergunning voor koperen daken. Nou, dat kan toch echt niet? Ik had ook niet, geen andere opmerking van Frans verwachten trouwens. Wel een andere vraag van Frans aan jou, Richard. Wat voor grond is toegepast in die waarding met die grote doorlatendheid? Weet je dat? Ja, onbekend. Nee, helaas. Kortom, dit is maar weer dit pleit maar weer voor een goede aanlegtekening, een goede revisie met een. Klopt, ja. Ja. En dan kun je afvragen van waarom weet je dat niet? Maar dit was. Dat komt doordat we te maken hebben met verschillende opdrachtgevers. Externe ontwikkelaars, ook nog gemeente Haren destijds. En daardoor hebben we niet één standaard opbouw en daardoor heb ik ook niet alle bestekken meer kunnen achterhalen. Dank Thomas, mag ik even toch wat toelichten? Je bent er al. Het begrip grond bestaat niet in de zin van grond is alle grond, hè? Dus als er grond op een tekening staat, dan kun je weet ik voor wat voor materiaal toepassen. Kortom, het begrip grond in zo'n constructietekening is in feite een levensgevaarlijk in verband met de functionaliteit. Hè? Dus je moet dat specificeren. Dat kan niet anders. En het is mazzel dat het dan goed loopt en dat je nu zo uitkomt. Maar let op mensen, wees daar zo zorgvuldig op. En even over die koperen daken. Kijk, elke architect in Nederland weet dat hij zich aan de wet moet houden. En in de wet staat dat je het water niet mag verontreinigen tenzij je daar vergunning voor hebt. Hij weet ook, of zij weet ook, dat koperen daken ontzettend verontreinigend zijn. En daarmee is de architect begint al met een overtreding tegen de wetgeving. En ik loop al jaren te pleiten om de eerste, de beste architect eens een week in de bak te zetten. Over het feit dat hij een koperen dak op een gebouw zet. Kijk, voor historische gebouwen is dat wat anders. Maar ik vind dat studenten horen te weten dat koperen daken niet meer kunnen. En het eerste wat je moet doen, dat verwijderd moet worden. Ik vind dus echt dat het echt super kwalijk is dat er een vergunning verleend is voor deze gebouwen. Kan niet. Echt niet. Gemeente Groningen, schande. Oh. Oh, er zitten er twee hier van de gemeente Groningen. Ik denk dat ze geluisterd hebben. En we nemen deze boodschap ook op. Hè. Dus we kunnen het allemaal heel vaak nakijken. We knopen het in onze oren, Frans. Maar ik vind het een goede wat je zei over grond. Is, als je dat niet specificeert, is grond maar gewoon van alles. Dat vind ik een goede om ook mee te nemen. En ik denk dat ik al wel een soort uiteindelijke inspiratiedocument even een stukje van je woorden meeneem. Dus dank daarvoor. Top. Helemaal mee eens Frans. Ondertussen hebben we dat ook aangepast op de tekeningen. Onze standaard opbouw. We passen nu een 30 centimeter bomenstand toe als toplaag. Met daaronder een sleuf met een drain en draineerstand. Ja, top. Ik heb nog een vraag van Henk en dat is de laatste. Want dan gaan we even door naar de volgende spreker. Henk Dijkema. Klopt, ik ben Henk Dijkema van de gemeente Groningen ook. We hebben het over die koperen daken, hè? En we hebben het over die zink toepassingen op daken. Jongens, al die omgevingsfactoren die ook van belang zijn, zeg maar, die we nu even niet benoemen. Hè? Er wordt ook gewoon, hoe zeg je dat?
verontreinigd oppervlaktewater, of hoe heet het, verontreinigd water, zeg maar, vanaf de auto's en weet ik veel, wordt schoongemaakt. Dus het is veel breder, hè? Dus je kan het wel specifiek benoemen naar een koperen dak. Maar net wat ik zeg, ik bedoel, een wadi, als je dat even goed beschouwt, is een wadi natuurlijk iets meer dan een open riool. Dus het probleem ligt wellicht misschien bij dat koperen dak, omdat je het stofje, zeg maar, koper kan linken aan dat dak. Maar tegelijkertijd komen natuurlijk allerlei stoffen in het oppervlaktewater als gevolg van ons proces, hè? Auto's op de weg, fietsers, schoonmaken, spuiten, ga zo maar door. Al die dingen die ondervang je niet in een vergunning. Hè? Dat is gewoon nog mogelijk in een woonwijk. Dus iets breder kijken dan alleen het koperen dak is misschien ook wel handig in het proces van leren, zeg maar. Henk, één opmerking daarbij. Ik benoemde bewust het koper en niet het zink. Koper is 1000 maal toxischer dan zink. Hè? Zink kun je als mens een heleboel hebben. Koper kun je ontzettend weinig hebben, is ontzettend toxisch in het milieu. En dat vandaar mijn toch felle reactie op dat koper en niet op het zink. Nee, maar het gaat mij ook niet specifiek om stofjes. Het gaat mij meer om een bredere scope, zeg maar, die we moeten hebben als je het hebt over een wadi en de consequenties van afkoppelen. Ja, ja, ja. Dat bedoel ik. Ah, de brede scope van alle stofjes die jij benoemt, Henk, die zitten natuurlijk in het complete onderzoek. Maar ik snap de... Nou ja, die zitten niet in de XRF, hè? Die XRF, die kijkt alleen maar naar metalen. Die kijkt alleen maar naar metalen, maar we gaan uiteraard benoemen dat er veel meer omgevingsfactoren en stoffen zijn dan alleen. Dat was mijn toevoeging, ja. Dankjewel Frans en Henk. En Richard natuurlijk voor je prachtige toelichting. Ik denk dat we naar de volgende gaan. En dat is Piet. Piet Zijlstra, eigenaar Polyciviel. En die gaat dan vertellen over de Proeftuin Building. Piet, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Ja, ik probeer even een paar slides te delen. Zichtbaar voor jullie? Jazeker. Mooi. Nou, klimaatproeftuin van boven gezien. Zijn een paar ontwikkelingen. Ik pak even de laatste op. Ter info. We hebben de plastic road aangelegd. Die in ons geval infiltreert. Hij kan ook bergen, maar in ons geval infiltreert hij. Daar doen we onderzoek naar. Met name plastic partikeltjes. Komen die vrij? En wat kunnen we daar dan tegen doen? We kijken ook naar de verschillende kleuren oppervlakken die we hebben in verband met hittestress. Nou, er is al even voorbijgekomen de waterpasserende stenen en het waterdoorlatende asfalt. We hebben het natuurlijk steeds gehad in de vorige sessies over wateropvang en waterberging. En we zijn nu ook zover dat we ook met waterberging wat gaan doen. Hier zie je de aanleg van de stormharvester. Hier zie je ook weer, dat vind ik dan ook altijd leuk, dat studenten zelf mee opbouwen van A tot Z, zodat ze ook weten waar ze het over hebben. Deze stormharvester die gaat net als in Assen communiceren ook met buienradar of Windy. En we gaan dit water ook echt hergebruiken. En dat ga je hier zien. Toekomstplaatje voor eind volgend jaar, het jaar erop. We gaan bezig met vlas en met hennepteelt, omdat dat ook weer circulair is met de bouw waar we mee bezig zijn. Maar we gebruiken dus het water uit de stormharvester met druppelleidingen om die teelt te voorzien van vocht en dat zo goed mogelijk ook te monitoren. Andere leuke ontwikkeling is Grote Markt Groningen. Is jullie misschien bekend, daar is men bezig met een plan voor herinrichting. En daar wordt onder andere gedacht aan bomen. Die bomen hebben wat aandacht gekregen in de pers vorige week ook, dat een hoteleigenaar zegt van ik wil geen boom, ik heb liever een airco. Nou ja, daar heeft de gemeente Groningen nog even een dingetje mee te doen. Maar het staat natuurlijk buiten kijf dat we gewoon daar met groen aan de gang zullen gaan. En dat geeft natuurlijk een prachtig mooi beeld van de Grote Markt Nieuwe Stijl. Daaraan gekoppeld zijn we in overleg met de gemeente Groningen aan de slag gegaan met het aanleggen van een bomengroeiplaats. Zoals men die nu heeft voorzien op de Grote Markt. Plaatjes die je ziet in doorsnede zijn wat anders dan de uiteindelijke aanleg nu.
Hier hebben we een aantal sensoren aangebracht van twee partijen. Een start-up uit Groningen die ook ontwikkelt met sensoren die van alles tegelijk kunnen meten. En daarnaast heeft de leverancier van het systeem ook zijn sensoren aangebracht. Daar maken we een dashboard van wat ook voor de studenten toegankelijk is, zodat we daar ook voortdurend kunnen meten. Nog een ander dingetje is een nieuwe ontwikkeling van Wavin, waar ik eigenlijk niks over kan vertellen, maar waar je hier wel ziet dat we hier ook 3 boomgroeiplaatsen aanbrengen. Ook hier gaan we hergebruik maken van regenwater, in dit geval de helft van het dak van de grote hal van building, water nu straks af op deze groeiplaatsen. En zo geven we ook meer aandacht aan hergebruik van water en de waarde daarvan. Nou ja, bomen hebben natuurlijk steeds meer aandacht, groen, schaduw, past allemaal in ons brede verhaal, denk ik. Wat ook leuk is, nog even over de studenten van de Hanze die je ook net bezig zag met de aanleg. Participeren ook bij bewonersparticipatie, houden enquêtes, informeren burgers, maar een andere student ook woningcorporaties over hoe kunnen wij nou beter omgaan met afkoppelen en welke maatregelen kunnen we nemen. Nou, dat proces loopt nu in de West-Indische buurt in Groningen en dus bij de studenten die zijn deze week begonnen met hun enquêtes en daar komen dan ook weer denk ik hele leuke resultaten uit voor verder onderzoek. Nog een wens waar we nu mee bezig zijn is aanleg van bufferblok. Is ook in Delft al toegepast en op andere locaties. Wat we hier willen gaan doen is het regenwater wat we gaan opvangen, bergen en het te gebruiken voor de toiletspoeling van de gebouwen die er omheen staan. En begin volgend jaar gaan we starten met drijvende planteneilanden. Daar hebben we ook nog een paar studenten voor nodig om daar meer onderzoek naar te doen. Het gaat natuurlijk om schaduw. Het gaat om een broed- en forageerplek voor watervogels. En waarschijnlijk ook de zuiverende werking van het water in de vijver, in dit geval vooraan op de Zellinger campus. Dit was in het kort even mijn bijdrage voor nu. Nou, dankjewel Piet. Het is prachtig wat er allemaal gebeurt op het terrein. Ik moet met schaamrood op de kaak bekennen dat ik er nog nooit ben geweest. Dus ik kom graag een keertje langs. Maar kunnen andere mensen die geïnteresseerd zijn ook komen kijken? Heb je daar vaste momenten voor of is het gewoon de vrije inloopren? Nou, de vrije inloop is een beetje lastig, maar op afspraak kan iedereen natuurlijk komen. En ik stel voor dat we ook eens een keer, als we weer fysiek bij elkaar kunnen komen, met elkaar eens een keer in Groningen komen. We hebben ruimte genoeg wat dat betreft om jullie ook leuk te faciliteren. Nou, dat lijkt me een prachtige uitnodiging. Zijn er mensen die een vraag willen stellen aan Piet? Een korte vraag. Nou, nee. Dan gaan we door naar de volgende. Joey is... Ik was een beetje te laat, sorry, maar ik had nog één vraag. Ah, Carla, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Ik ben Carla Nichtbrugge, provincie Noord-Brabant. Ik vroeg me af of er ook een samenwerking is met... nou ben ik de naam kwijt. Bij het VP Delta in Delft, daar de Green Village. Waar ze ook allerlei dingen testen en ook je de waterstraat natuurlijk hebt. Ja. Kijk, het is natuurlijk, staat buiten kijf dat de Waterstraat in Delft gewoon koploper is in onderzoek en dat soort dingen. En wij zoeken ook samenwerking. We hebben contact met Marjan Krijns en Emily Buijs. Ik geloof dat Emily zelfs aanwezig is vandaag. En het is alleen maar goed dat we met elkaar dingen kunnen doen. Mee ook omdat we natuurlijk regionale verschillen hebben als je praat over ondergrond en al dat soort dingen. Mm-hmm. En graag aanvullingen over en weer. Dus we zoeken goed die samenwerking op. Mooi. Oké, dankjewel, Piet. Joey, hebben wij Ruben al in de house toevallig? Weet je dat? Ja, is binnen. Nou, dan wil ik Ruben graag uitnodigen om wat te vertellen over de infiltratiecapaciteit. Daar ben ik net op tijd, geloof ik. Daar ben je precies. Ja, nou ja, kijk, hartstikke fijn dat je er bent. Als je jezelf even zou willen introduceren en dan mag je met je verhaal te beginnen in een paar minuten. Zeker. Ik ga even kijken of ik mijn scherm kan delen. Dan heb ik ook beeld. Dat is wel handig, denk ik. En dan hoor ik graag als jullie mijn scherm kunnen zien. Ja, gaat prima hoor. Oké, super. Nou, ik ben Ruben Roelofs. Ik ben adviseur stedelijk water bij advies- en ingenieursbureau Royal Haskoning DAV. En ik ga jullie iets vertellen over wat we de afgelopen jaren in Arnhem hebben gedaan. In de Reestraat om specifiek te zijn. De Reestraat in Arnhem
is een interessante kaas omdat deze onder groot verhang ligt, een procent of 6 tot 8. En in deze wijk speelde redelijk wat wateroverlast. En de rioolvervangingsopgave enkele jaren geleden is aangegrepen om in deze straat wat te gaan experimenteren met onder andere waterpasserende verharding, maar ook met water infiltreren in het groen, groenblauwe oplossingen. In zogenaamde, wat zij regenwatertuinen zijn gaan noemen. Jullie zien ze hier aan de randen. Dus liggen er in totaal 10 stuks. En je ziet ook dat de verharding hier, dat is een behoorlijke weerwar aan verschillende typen verharding. In totaal zijn er 5 verschillende typen waterpasserende verharding ook toegepast. Wat ook bijzonder is voor Nederlandse begrippen is dat grondwater hier 30 meter zo'n beetje onder het maaiveld zit. We zitten op een stuwwal. We hebben een goed water doorlatende zandgrond. En wat willen we uiteraard bereiken met het toepassen van die verschillende maatregelen? En dat is de piekafvoer in stedelijk en verhard gebied verminderen. Zodat de mensen die onderaan de straat wonen met een gerust hart kunnen slapen als het ineens keihard begint te plensen. Ik ga even inzoomen op de regenwatertuinen. Die is eigenlijk met de voetjes op tafel door de ingenieurs van de gemeente zelf en een adviseur van Hans Koning DHV is die bedacht. En in feite komt erop neer dat het water vrij de voorziening in kan stromen. Dat aan de randen een grindkoffer is toegepast en onder die grindkoffer zit een waterbergend substraat. En in de bovenste laag heb je ook een leeflaag van 1 cm of 30 cm waar dan de beplanting in kan groeien. Er is geëxperimenteerd met verschillende typen ondergrondse waterbergende substraten. We hebben regulier zand, urban sand, een bomengranulaat lava wat verrassend poreus is met iets van 45% geloof ik. Grindkoffer, kratten en ook een infiltratiebuis die in de voorziening geplaatst is. Nou, hoe ziet dat er dan ongeveer uit in het veld? Je hebt een, moet eigenlijk rechts beginnen, verkeerde kant. Je hebt een straat op dakprofiel en het dakprofiel dat loopt tot aan het trottoirband. Dus ook de parkeervak loopt af richting trottoirband. En die trottoirband is dan te plaatsen van de regenwatertuin is die verlaagd. En zo kan het water de voorziening instromen. En hier zie je ook duidelijk die grindkoffer eromheen liggen. En dan kan het infiltreren. En zodra het substraat verzadigd is, heb je ook, zoals je hier kan zien, nog best wat oppervlakkige berging die je aan het systeem toe kan voegen. Hoe hebben we getest hoe dat werkt? Want als er een pilot is, moet je natuurlijk ook gaan meten. We hebben vanaf het begin af aan hebben we dat eigenlijk gedaan met full-scale testen. Het zijn natuurlijk vrij handzame kleine voorzieningen die we met een hydrant en een debietmeter voor een bepaalde tijd tot het randje toe vullen om te kijken hoeveel water we daar nou in kwijt kunnen en hoe snel dat infiltreert. En we meten vervolgens ook met de pijlbuis en divers in hoeverre dat substraat, dat waterbergende substraat zich kan vullen. Dan zien we hier rechts de grafiekjes, staafdiagrammen van hoe de prestaties nou voor de verschillende regentuinen zijn geweest. Dus hier hebben we regentuin 1, 2, 6, 7, 8, 9. En dan voor 2018 en 2020. En dan zie je dat voor een aantal de infiltratiecapaciteit, dit is in kubus per uur, dat die sterk is afgenomen. En in andere gevallen dat die is toegenomen. Dus dat verschilt en dat is interessant, maar gemiddeld is het wel iets afgenomen. Ze zijn in 2017 aangelegd, dus dat een jaar later zijn ze getest en 2 jaar later en vervolgens in het kader van het onderzoek binnen het consortium hebben we dat vorige week weer gedaan. Het idee initieel was om dat van de zomer te doen. Helaas ging dat met de gemeente Arnhem. Nou, hebben we een en ander wat uit moeten stellen. Zouden we het dit najaar doen? En uiteindelijk is dat vorige week op de valreep toch nog binnen dit jaar gelukt.
Zo zag het eruit 2 jaar geleden. Links hier. Je ziet het groen is ook nog vrij klein. We hebben ook de waterpasserende verharding toen nog met ringmeters getest. Later full scale, zoals je hier rechts ziet. Dat is vorig jaar geweest. Maar vorige week zag het er ineens heel anders uit. Toen wij in de ochtend aankwamen, was heel Arnhem bedekt in een mooi laagje sneeuw. Dus dat is heel interessant om te kijken in hoeverre dat uitwerking heeft op de meetresultaten. Of we grote verschillen zien met de vorige jaren. Of dat wel meevalt. Gelukkig voor ons was de tweede dag van het meten was alle sneeuw weer verdwenen. En konden we ook de waterpasserende verharding goed bemeten. Floris was er ook bij en die heeft uiteraard al zijn equipment meegenomen. En daar mooie filmpjes van gemaakt. Ik hoop dat het geluid ook gedeeld is. Even kijken. Ja, nu als het goed is wel. En dan zal ik het daarbij laten. Als hij wil laden. Cannot play media. Nee, dat is niet gelukt, helaas. Nou, dan zetten we de link naar dat filmpje wel even in de... Ja, laten we dat doen. Ja. Dankjewel. Ja, ik ben heel benieuwd. We hebben de resultaten nog niet. We kunnen nog geen resultaten delen. Het is allemaal heel pril. Maar dat komt natuurlijk uiteraard in de publicatie. Dankjewel. Ik sla de vragen even over, want anders lopen we een beetje uit de tijd. Ik heb als volgende staan een stukje bodemvervuiling door Floris Bogaert. En nou kan ik Floris wel inkorten qua tijd, alleen hij laat zich altijd zo moeilijk inkorten. Hij is nog niet aan het woord geweest namelijk, dus die bouwt die spanning helemaal op. Hè? Die man die wil praten, maar kun je het een beetje kort houden, Floris, even kort en bondig? Tuurlijk, Thomas. Ja, want er is gelukkig al veel gezegd ook hierover, dus even kijken. Ik zet hem even volledig. Ik neem je wel een heel even terug mee naar 2004. Grote discussies rond de eeuwwisseling toen wadi's aangelegd werden. Wadi's laten nauwelijks metalen door. Dat werd toen gezegd met name op basis van literatuur, internationale literatuur. En eigenlijk nu is het niet onbekend natuurlijk dat die metalen zich binden aan de toplaag in een wadi. En dat moeten we wel weten. Daar moeten we kennis voor uitwisselen. Het is niet zo gek dat het onderdeel van dit programma is. Laat je hier even zien dat enkele al betrokken zijn geweest bij Rionet, STOA. Diverse congressen, ook internationaal, waar we het over gehad hebben. In het kort, vaak wat je ziet bij onder andere Groningen, bij de inlaat met name natuurlijk waar het meeste water zal infiltreren, zie je opbouw van zware metalen onder andere. Daar meten we het meeste aan, bijvoorbeeld met de XRF die we gezien hebben, zie je dus bij de inlaat dit soort patronen verschijnen. Allemaal ingewikkelde grafieken kun je daarbij doen. Dit is al gepubliceerd. Aan het einde, als je meer wil weten, dan kun je die publicaties ook in detail bekijken. Eén heb ik al in de chat gezet. Wat nou uit de recente proeven komt, is in lijn met wat we verwachten. Ik pak hier Raalte er even uit. Over het algemeen wadi's die langer dan 5 jaar in gebruik zijn, kunnen opbouw laten zien van zware metalen. En dat hangt natuurlijk van heel veel factoren af. Vaak zie je dat bij de inlaat, zoals hier bijvoorbeeld. Je ziet dus ook dat het varieert. Verder van de inlaat is het relatief schoon. Je ziet ook als je dieper gaat bemonsteren, zie je dat het enkele centimeters vaak is. Dus geen doorslag. En dat is natuurlijk erg belangrijk. Belangrijk is te weten dat dit er zo is. Een andere hele mooie wadi uit Climate Café in Drents Overijsselse Delta is in Darp. Waarom is die zo bijzonder? Zennepa Unwadi heb ik hem genoemd. Dit is in een waterwindgebied bijvoorbeeld. Dus hier mag je eigenlijk niet infiltreren. Er zit een ondoorlatende laag onder. Maar ook hier zie je natuurlijk opbouw van verontreinigingen. Wat ook wel laat zien dat het belangrijk is dat we die zuiveringslaag bij wadi's ook houden. Ik laat hier even iets zien waar je ook in ClimateScan kan aanvinken. Daar gaat Robert meer over vertellen, bijvoorbeeld waterwindgebieden. Dan kun je ook zien waar je misschien extra moet oppassen. Er is al veel verteld, onder andere Richard. Ik vind het fantastisch trouwens dat jullie dit voorbeeld ook delen.
Want dit is wel een voorbeeld, een van die uitzonderingen. Je verwacht na 10 jaar of 20 jaar pas verontreinigingen. Maar in dit geval was het al na 2 jaar. Dus natuurlijk qua onderzoek altijd uitzonderingen. Dat is een vraag wat ik veel krijg. Ja, hoeveel procent van die waardes is dan verontreinigd? Moet ik me echt zorgen gaan maken? Ja, het ligt een beetje aan de stof waar we naar kijken. Frans zei het ook al, dit is dan lood. Toxisch natuurlijk voor kinderen bijvoorbeeld. Je kan IQ-punten verliezen, om het kort te zeggen. Koper, dat is dan weer op een andere locatie. Dus het hangt er ook vanaf welke locatie je hebt, welke verontreiniging. Dus dat maakt het nog complexer. Koper is toxisch, zoals Frans ook zag. En zink zien we op meerdere locaties. Dus je zou kunnen zeggen, als ik een antwoord moet geven, hoeveel zorgen moet ik me maken? Nou, ongeveer 1 op de 10 locaties van wadi's ouder dan 5 jaar vinden we wel iets waar we iets aan moeten doen, laat ik het zo zeggen. Vandaar ook de richtlijnen. Onderdeel van dit onderzoek natuurlijk, samen met OSCA, met RioNet, met STOA, maken we dit soort richtlijnen. Zorg ook dat je een filterlaag hebt. Zorg dat je niet in het grondwater gaat zitten. Zorg dat je een verblijftijd hebt. Dat zijn allemaal redenen waarom we dit soort richtlijnen hebben. En ook, nou ja, op deze manier ook door praktijkdata beter kunnen plaatsen en ook herpubliceren eigenlijk, dus herijken. Bodemmonster stond 1 keer in de 5 jaar. Nou, ik noemde het al. Ik vind dat eigenlijk vanuit 2004 gezien een hele goede maat. Dus weet dat dit er is en hou het bij. Zeker als je weet dat er zware metalen bijvoorbeeld in zit. Hier de resultaten. Meestal we zitten al bijna op 100 waardes die we gemeten hebben. Dus op zich is dat wel een representatieve steekproef aan het worden. 10% ouder dan 5 jaar noemde ik al even. Maar uitzonderingen. We hebben er 1 gezien. Nogmaals dank voor delen van de gemeente Groningen bijvoorbeeld. Focus bij de inlaten. Ook al is het aanwezig, kan het heel lokaal zijn. En ook in de diepte lokaal, dus geen doorslag eigenlijk. Deze data gaan we natuurlijk gebruiken. Publicaties volgen erover in modellen. Die ook door verschillende partners uit consortium Deltares IRIVM bijvoorbeeld. Kan het heel interessant zijn om deze kennis ook mee te nemen. Nou, wat kan je praktisch met deze kennis? Bronmaatregelen. Of zet een architect achter de tralies. Dus let hierop in ieder geval. Kosteneffectief monitoren. Het hoeft niet duur te zijn. Vaak werd niet gemonitord. Het ligt vaak aan bodemmonsters. Is duur. XRF, een rondje wadi's zoals wij doen in de climate cafés. De volgende nog meer. Daarover meer informatie. Meld je aan. Dan kunnen we dit misschien meenemen. En ook praktische dingen. Zorg als je twijfelt over de kwaliteit. Dat de contacttijd met mensen met die bodem minder is. Bijvoorbeeld de hogere gewassen. Natuurvriendelijke wadi's. Bijvoorbeeld alleen bij de inlaten. Of een compartiment wat je vaker onderhoudt dan anderen. En natuurlijk verschillende ideeën die jullie hebben. Horen we graag. Ik sluit af met dit plaatje. Wekelijks praten wij over groen-blauw. Onder andere met Sydney van de gemeente Nijmegen. Als je ideeën hebt voor onderwerpen, altijd woensdagmiddag om 5:30 tot 6:30. Het is een beetje de focus voor studenten die onderzoek doen in de climate cafés. Maar u zijn altijd van harte welkom. En ik zou bijna willen zeggen dat we 22:12 in het nieuwe programma over dit onderwerp verder bijpraten. Dan sluit ik af met heel veel publicaties. En volgens mij heb ik het dan relatief kort gehouden, Thomas, of niet? Oh, ik wou eigenlijk aangeven van, nou ja, zo zie je maar weer, die man die laat zich moeilijk remmen. Het is een mooie waterval, maar wel een prachtige uiteenzetting van je verhaal. Het is wel duidelijk, maar ik zie dat Henk nog een vraag heeft voor je. Henk, even kort. Nou, eigenlijk meer, geen vraag, maar eigenlijk meer een toevoeging op Floris. Dat eigenlijk op het moment dat je, Floris zijn verhaal is, dat je dan feitelijk een bodemverontreiniging veroorzaakt. Hè? En dat is... Vanuit de wettelijke kant spreek je dan over een zorgplicht situatie. Dus in de zorgplicht zegt dat je, in de wet staat daarover, ja, artikel 13, weet ik veel, ik bedoel, ik ben geen wettelijke, maar daar staat in dat je die onverwijld moet gaan opruimen. Hè? Dus met andere woorden, als je dus constateert dat je dus een verontreiniging hebt veroorzaakt, nou, dat is een jaartal voor 1987, dan spreek je over zorgplicht. En zorgplicht zegt van onverwijld opruimen. Dus nou, dat is even een toevoeging. Ook dat is iets waar je, nou ja, wat wij dus nu als Groningen voor de Grote Beerstraat ook doen. Dus het monitoren is 1, maar tegelijkertijd op het moment dat je constateert, moet je er wat mee. En dan komen die bronmaatregelen eigenlijk ook
bij elke waarde die je realiseert, zeg maar, zou je na moeten denken over van joh, wat kan er ontstaan en wat zijn mijn bronnen die ik zonder meer ga aantonen in, bij onderzoek. En misschien moet ik daar aan de voorkant al maatregelen op treffen. Hè? Dus dat je, daar zijn vast al wel gedachten over hoe je met afkoppelen hemelwater moet omgaan. Hè? Met filters, ik noem maar wat, in die vorm, zeg maar. Dat was even dus geen vraag, maar een toevoeging. Ja, mooi Henk. En gezien dit ook een delicaat onderwerp, want je zegt het goed, als je het weet, moet je er iets mee. Er zijn ook gemeentes waarbij die liever niet willen dat wij gaan meten daar. En vandaar dat ik ook een compliment geef dat jullie die kennis ook delen. Ik vind het belangrijk dat we deze ook kennis kunnen gebruiken natuurlijk voor de nieuwe richtlijnen wat een eindproduct wordt van dit project. Dus dankjewel, Henk. Oké, ik zie nog één vraag. Heather? Kan het een korte vraag zijn? Tenminste, en Floris ook een kort antwoord. Ja, heel kort. Ik wil ook graag weten, ik ben van de gemeente Tilburg. Ons openbare ruimte is altijd heel erg beperkt. En waardoor we ook wadi's soms combineren met speellocaties. Wordt er ook gewoon goed nagekeken straks in het onderzoek, als daar ook wel de juiste locaties, dat wel gecombineerd kan worden of niet? Ja, kort antwoord. Ik zie Thomas al kijken. Ja, de wadi's die we in Climate Scan zoeken, die krijgen ook een tag als er speelvoorzieningen zijn. En met name daar is ook een van de categorieën waar we kiezen om onderzoek te doen. Dus binnenkort als we Climate Café Brabant, komt straks nog meer over, zoomen we daar echt op in. En ook bij Zwolle hebben we daarna gekeken. Dus heel goed punt. Ja, en ook voor partners zoals RIVM wordt daar ook erg naar gekeken. Ja. Ja. Ja, bakjes gras ergens achter in een parkje. Die hebben wat minder lagen dan in een wat binnenstedelijke omgeving. Dus daar kijken we goed naar. Oké, dankjewel Floris voor jouw korte... voor jouw begrip korte uiteenzetting. Ik pak hem even kort door op de tijdlijn voor 2022. Dat is even wat we voor volgend jaar in de planning hebben. We pakken het moment van nu tot aan maart even met wat instructievideo's maken. We gaan even wat resultaten onderzoeken. Maar in maart beginnen we met een klein café Noord-Holland. Gaat Tets ook wat over zeggen. Dan gaan we uiteindelijk door naar Zeeland. Een kleine in Rotterdam. We gaan in Noord-Brabant zijn we mee bezig. Uiteindelijk hebben we nog een idee voor een landelijk climatecafé. Welke vorm dat heeft, dat gaan we uiteindelijk samen bepalen. En dan ergens in het begin van 2023 hebben we de afronding. En tussenin gebeurt daar natuurlijk van alles en daar houden we jullie van op de hoogte. Maar dit is even wat we gaan doen. Maar ik wou nou Ted even het woord geven voor deel 1 van jouw betoog, met name even voor het Climate Café Noord-Holland. Ja, prima. Dat kan kort hoor. Ik heb geen presentatie voorbereid hiervoor, dus daarmee blijft het ook kort, denk ik. Wat is het belangrijkste om te noemen? Nou, we zijn in goed overleg met Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier en de buurgemeente Bergen uit Geest, Castricum en Heiloo om daar een Climate Café te plannen. De data staan al vast. Dat zal de laatste week van maart plaatsvinden. En we hebben ook al een eerste selectie van groen-blauwe voorzieningen gemaakt. Aanleiding voor het Climate Café is natuurlijk dit project, waarin we verschillende groenblauwe voorzieningen op locatie gaan doorlichten. Maar een mooie kans hierin ligt in het feit dat er eind juni van het afgelopen jaar een flinke bak water over deze buurgemeentes zijn gekomen. Waarbij ook bleek dat sommige voorzieningen wel en niet als gewenst of als verwacht functioneerden. En dat biedt ons een mooie kans om de praktijk en ook de praktijkvraag vanuit de gemeente te combineren met het verzamelen van data binnen dit onderzoek en ook een stukje leren. Ik neem namelijk mijn studenten daarin mee. Dus de laatste week van maart organiseren wij dit Climate Café. De precieze data worden nog gepland zodra van alle kanten de roosters definitief zijn. We gaan daarin
binnen alle gemeentes onderdeel van de beheersorganisatie een aantal groen-blauwe voorzieningen doornemen. En vanuit HNK en BUUR is er ook een heel concrete wens om dit iets groter op te zetten. En dat te combineren bijvoorbeeld met een kennis- en netwerkevent voor het Hoogheemraadschap en de gemeentes die daarin liggen. Dus dat even heel kort als een aankondiging voor dit Climate Café. Nou kijk, daar hebben we wat aan. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik zat bij de voorbereiding en het belooft een leuke Climate Café te worden. Fijne gemeentes om mee samen te werken. Actieve mensen die echt op zoek zijn naar de resultaten. Even kijken naar... ik heb een hele mooie PowerPoint met een aantal logo's. Maar daar gaat Joey wat over vertellen. Joey. Ja, dat kan ook heel kort, gelukkig. Zal ik hem laten staan of is dat handig? Ja, het mag wel. Het gaat net iets makkelijker, denk ik. Ja, eigenlijk in diezelfde trant als wat het Climate Café Noord-Holland gaat organiseren, gaan we nog een aantal Climate Cafés organiseren in het voorjaar. Dat blijft onze voornaamste manier om data te verzamelen. Zo gaan we onder andere in de eerste helft van april gaan we met Hogeschool Zeeland op pad in Zeeland. Het lijkt erop dat we met gemeente Vlissingen en gemeente Middelburg op pad gaan. Maar die gesprekken lopen nog. En ook daar gaat een grote groep studenten van onder andere Teun en Jasper gaan meedraaien in het Climate Café. Meteen daarop aansluitend gaan we door naar Rotterdam. Dat is de tweede helft van april. Waar we onder andere met Rick Heikoop en Nadia van de gemeente Rotterdam aan de slag gaan met metingen. Sorry. Als onderdeel van de multidisciplinaire challenge waar ik mee aan de slag is. Dus die studenten werken aan een project voor 2 weken lang en de metingen die zijn daar onderdeel van. En tot slot gaan we nog in Noord-Brabant aan de slag met onder andere de HAS en de gemeente Tilburg. Herder zag je ze net al even voorbij komen. En Carla Eder van de provincie Noord-Brabant. Daar gaan we meting doen in onder andere de stad Tilburg en een aantal dorpen in het oosten van de provincie. En dat duurt ook geloof ik iets van een week. Dus we hebben een vol programma voor het voorjaar. We gaan veel op pad. En Thomas, als je nog door kunt klikken naar de volgende. We hebben nog een idee open liggen voor na de zomer om nog een laatste rondje te doen als soort van uitzwaai-ronde. Waarin we eigenlijk door het hele land heen gaan. Om nog metingen te doen. De ideeën daarvoor staan nog open. Dus ook als je ideeën hebt hiervoor, dan nemen we dat graag mee. Maar we hebben nu steeds Climate Cafés die heel geconcentreerd zijn in één plaats of provincie. En we willen hiermee eigenlijk ook alle dorpen en plekken aandoen die eigenlijk apart liggen. Dus dat we een dag hierheen gaan, een dag daar. En zoals het ware van noord naar zuid door het land trekken. Om nog laatste metingen te doen. Dus als je daar nog ideeën voor hebt, of je bent een gemeente of een... als adviesbureau wat echt bij een bepaald project of plaatselijk betrokken is, waarvan je denkt, oh, die moeten jullie echt nog meenemen, laat het ons dan vooral weten. Dan we kunnen dat meenemen in de laatste rondje. Oké. Dat was hem, geloof ik, Thomas. Ben ik dingen vergeten? Nee, volgens mij niet. Ja, ook dat de landelijke Climate Café kan allerlei vormen krijgen. Het kan, de onderzoeksresultaten kunnen een beetje bepalen hoe en waar we heen gaan. En wat leuk is om te zien. Dus daar kunnen wij elke keer gaandeweg een vorm aan geven. Maar dan weet je in ieder geval dat in de pipeline zit. En dat we daar openstaan voor de input. En dan kom ik even terug bij Ted. Want Ted, jij wil nog iets... jij wil niks, maar wij hebben jou gevraagd om iets te vertellen over de kosten-baten-analyse. Ja, ook dat heel kort hoor, want daar heb ik ook geen presentatie voor op papier. Dat wist ik niet, dat ik daarvoor iets moest voorbereiden. Maar MKBA, wat kan ik daarover zeggen? We gaan daar begin 2022 concreet mee aan de slag. Wat er hier door diverse voorgangers is gepresenteerd met betrekking tot de proeven en de kennis die daaruit is opgehaald. In combinatie met de richtlijnen, zoals Floris die
net presenteerde, die zetten wij om in informatie waarmee wij iets kunnen doen omtrent het uitdrukken van kosten. Van Wadi's. En nu kun je wellicht denken, hoe dan precies? Nou, aan de hand van die resultaten kunnen wij het een en ander zeggen over, of dat proberen we in ieder geval, over de levensduur van Wadi's. En ook de kosten voor beheer en onderhoud. Als we die combineren met de kosten voor aanleg, dan hebben we die kostenkant van de groen-blauwe voorzieningen redelijk gedekt. Baten, hoe gaan we die uitdrukken in een kostenbatenanalyse? Nou, we hebben al een kostenbatenanalyse, een mooi startpunt waar we mee uit de voeten kunnen. Maar groen zit daar nog niet zo in als we dat zouden willen. En daarmee is dit project een hele mooie kans om die groenwaardering uit te breiden en op te krikken. Met name als het gaat om maatschappelijke waarde van groen, maar ook biodiversiteit. Wat voegt dat nu precies toe aan een stad en aan het stedelijk gebied? We hebben daar experts voor in huis die daar goede dingen over kunnen zeggen. En ook daar proberen wij het een en ander aan kentallen op te plakken om dat in een kostenbatenanalyse tot uiting te laten brengen. De vorm van de MKBA, zoals die nu ontwikkeld is, is dat een Excel-bestand. Ook daar gaan we rigoureus vernieuwen en aanpassen. En we zullen begin 2022 ook bij jullie langs gaan, met name de gemeentelijke partners, om nu eens te horen wat nu echt bruikbaar is voor de praktijk. Kijk, wij kunnen het mooi gebruiken als een soort onderzoekspeeltje, zeg ik een beetje denigrerend. Maar het is voor ons nog veel belangrijker als het goed kan landen in de praktijk. En daar zullen we begin 2022 in digitale vorm voor langskomen om daar de wensen en eisen voor op te halen. Een laatste punt wat ik nog wilde maken is dat we uiteindelijk, en ook daar hoorde ik het een en ander al over in deze sessie, het een en ander willen combineren in relatie tot bijvoorbeeld wijktypologie. Waar zou je nu wel kansen zien, of waar zouden nu wel kansen zijn voor Wadi's, voor groen of voor rain gardens, kortom voor groen-blauwe structuren, maar waar... Of waar bieden ze te weinig in relatie tot andere maatregelen? Dat is een laatste onderdeel wat wij in dat werkpakket proberen vast te leggen. Dat zullen we niet alleen doen als onderdeel van dit project, maar ook zeker in combinatie met het project Waterbergende Weg, wat wij met een hoop van deze partners ook hebben lopen. En ik zie van Peter inderdaad al een goede suggestie. Die hebben wij op de kaart inderdaad, de tape, stadkansen voor de MKBA. Dat is, ik wil niet zeggen het gronddocument voor onze MKBA tool, maar we maken daar inderdaad veelvuldig gebruik voor en de vernieuwde inzichten die daaruit komen worden zeker meegenomen. Tot zover. Oké, dankjewel Ted. Ja, we hebben wel eens vaker gehoord, de tools die we allemaal ontwikkelen, die komen op een heel mooi kerkhof en die worden niet zoveel gebruikt. Hè. Dat merken we in de praktijk. De ene wat beter dan de andere. Maar ik merk dat met name aan de waterkant van groen wel een hele grote wens is bij met name specialisten bij gemeenten. Dus als we dat op een goede manier weten te ontsluiten, dan denk ik dat dat een heel succesvol product kan zijn. Wij moeten wat dingetjes op gaan halen. En ophalen, dat doen wij doorgaans met een vragenlijst. En ook deze vragenlijst, die stond in onze nieuwsbrief. Maar zoals dat gaat, is de verspreiding van een vragenlijst nog wel eens een beetje lastig. Dus Joey, jij hebt een mooi pleidooi voor ons waarom gemeenten deze vragenlijst zouden moeten invullen. Nou ja, mooi pleidooi. Ik besef me trouwens dat ik mezelf helemaal niet heb voorgesteld zo net. Mijn naam is Joey Koning en ik ben deel van het onderzoeksteam op de Hans Hogeschool met Floris en Thomas. We hebben inderdaad de vragenlijst opgesteld, want we proberen met meten en kijken, proberen we zoveel mogelijk te weten te komen over maatregelen en hoe ze functioneren en hoe dat beter moet. Maar we beseffen dat er honderden, zo niet duizenden adviseurs rondom stedelijk water en mensen bij adviesbureaus zijn die al veel langer ervaring hebben met deze thema's. En dat daar eigenlijk nog veel meer informatie te halen is. Dus die proberen we eigenlijk ook mee te nemen in dit onderzoek. En we willen daarvoor een aantal interviews houden. Maar wat we nog veel interessanter vinden is eigenlijk bij een heleboel mensen deze vragenlijst te verspreiden. Waarin we proberen op te halen welke maatregelen mensen kennen die interessant zijn voor het project. We proberen op te halen wat mensen zelf tegenkomen problemen rondom infiltratiecapaciteit. En wat mensen ook denken, wat de redenen daarvoor zijn.
Hetzelfde geldt voor de bodemvervuiling, bewonerservaringen. Dus kortom, we zoeken ook naar de achtergrondkennis die al die experts hebben rondom water in ICT'en en groenblauwe oplossingen. Meer kwalitatieve data. En naar aanleiding van de vragenlijst proberen we ook nog weer door te vragen en interviews in te plannen met een aantal mensen. Dus dit levert voor ons een heleboel waardevolle informatie op die we uiteindelijk ook weer terug kunnen geven door het onderzoek aan iedereen. Oké. En wie specifiek zou deze vragenlijst in moeten vullen? Dan praten we denk ik over de stedelijk watermensen, eventueel in kleinere gemeentes, mensen die met stedelijk waterriolering openbare ruimte aan de slag zijn. Met name ook een wat zeg je? Sorry. Maar ook bijvoorbeeld experts die bij adviesbureaus werken, die daarmee te maken hebben. Ja. Het is een technische vragenlijst, of relatief technische vragenlijst, waar je even wat kennis van je eigen systemen moet hebben. Zowel als je ze ontwerpt, maar ook even als je ze aangelegd hebt in je eigen gemeente of hebt geadviseerd. Dus als je mensen kent die deze vragenlijst zouden kunnen invullen, laat ons dat gerust even weten. Dan gaan we de mensen actief benaderen, want het werkt altijd nog het beste als zomaar iets een pak papier over de schutting gooien. Dus bij deze ook een oproep aan jullie. Laat ons even weten als je mensen kent die dat zouden kunnen doen. Wil je er nog iets op aanvullen, Joey? Nee, ik denk dat we ook wel moeten. Ja, nou, we hebben nog een werkpakket biodiversiteit. Daar wil jij ook nog wat over zeggen? Ja, kort even benoemen. Geert die legde in het begin al mooi uit wat we nu doen met biodiversiteitmetingen. Biodiversiteit en groen-blauwe oplossingen die gaan hand in hand. Planten en biodiversiteit kunnen heel veel impact hebben op de manier waar die werkt, op de infiltratiecapaciteit. Maar ook andersom, groen-blauwe oplossingen bieden ook een kans om juist iets voor de biodiversiteit te betekenen in de stedelijke omgeving. Dus we willen heel graag meten wat die twee richtingen, hoe dat werkt in de praktijk en wat voor biodiversiteit er dan ook is rondom die wadi's. Daarvoor hadden we een werkpakket opgezet met een student. Willen we toch nu een upgrade geven om toch meer mee te nemen. Ik wil alleen kort benoemen dat we daar nu mee... We werken nu met Van Hal Larenstein, de Hogeschool Van Hal Larenstein, om daar een sterker werkpakket voor op te zetten. Die we hopelijk in die Climate Café straks in het voorjaar kunnen gebruiken. Ja, er kwamen al heel wat in de chat al heel wat vragen voorbij over beworteling, over types. Dat soort zaken, dat pakken we op. En we wachten daar ook even mee tot het voorjaar om daar uitvoering aan te geven. Dus deze periode, winterperiode, gaan we gebruiken om dat goed vorm te geven. Oké, ik pak even door naar de eindproducten. En een van die eindproducten is iets dat eigenlijk al bestaat, maar wat we doorontwikkelen. Daar hebben we het vandaag al over gehad. Dat is de Climate Scan. Climate Scan is voor de meeste mensen een mooie site. Maar achter de site, achter het gordijn, daar gebeurt eigenlijk van alles. En degene die dat voor ons inregelt, dat is Robert de Vries. En Robert is aanwezig, hè? Hallo. Hallo. Goedemorgen. Robert, zou jij wat kunnen vertellen over de ontwikkelingen van de Climate Scan waar jij nu mee bezig bent? Ja, graag. Ik ga mijn scherm even delen. Dan kan iedereen kan lekker meekijken. Deze even. Als het goed is, hebben we dan de Climate Scan Development Update. Right? Yes. Ja. Helemaal top. Ik ben Robert. Ik heb een aantal jaren terug ben ik afgestudeerd aan de Hans Hogeschool. En vanuit die kant heb ik daar een IT-opleiding gedaan. En ben ik eigenlijk nu nog steeds verantwoordelijk voor de technische invulling van Climate Scan. Ik weet niet of iedereen weet wat Climate Scan eigenlijk is. Dus daar wil ik eigenlijk even heel kort mee beginnen. Wat we bij Climate Scan eigenlijk doen, het is een platform. Een open source platform voor het delen van klimaatinitiatieven. Dus iedereen kan daar zijn projecten op zetten. In totaal hebben we bijna 7000 projecten nu gemapt over de hele wereld. Waarvan 4500 in Nederland. Er kunnen dus wadi's zijn, er kunnen probleemgebieden zijn, et cetera. Dit platform bestaat al een tijdje. Dan hebben we natuurlijk ook al 7000 projecten. Maar merken, als we dit als een soort underpinning willen gaan gebruiken, dat we toch een aantal upgrades moeten gaan doen. Climate Scan heeft een centrale rol in het onderzoek. Het is namelijk de plek om je output te delen. Alle projecten die we tegenkomen, alle waardes, alle onderzoeken die we doen, die delen we op Climate Scan. Daarbij heeft het ook een ondersteunende rol in veldwerk. Dus als je bijvoorbeeld een Climate Café hebt, studenten maken projecten aan in Climate Scan, zodat we die data weer kunnen delen en kunnen interpreteren natuurlijk.
Nou, wat gaan we daar dan eigenlijk voor updates aan doen? Waar we nu tegenaan lopen, we hebben die 7000 projecten. En ja, die willen we eigenlijk beter vindbaar maken. Er zitten een aantal projecten bij, die zijn nog niet zo heel uitgebreid. Er missen foto's, er missen informatie. Dat willen we beter vindbaar gaan maken. Dus we gaan eigenlijk een scheiding maken in projecten waar we nog meer informatie voor nodig zijn. In projecten die we echt vinden die we moeten uitlichten. En een onderdeel daarvan is ook dat we de categorieën, dat die beter gaan uitsplitsen. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar dat is om de vindbaarheid van die projecten dus te verbeteren. Een van de dingen die we dus ook willen gaan verbeteren is de kwaliteit van de projecten die erop staan. Op dit moment kun je een project aanmaken wat alleen maar een bolletje op de kaart is. En dan weten we natuurlijk van oké, daar is iets, daar is een bepaald project. Maar we willen eigenlijk bevorderen dat die kwaliteit omhoog gaat. We willen bijvoorbeeld foto's, we willen onderzoeksresultaten, karakteristieken, et cetera. Daarom gaan we dus die scheiding maken in de kwaliteit van het project. Bepaalde projecten die niet zichtbaar zijn, bepaalde die wel zijn. Een van de kleine nudges die we daarvoor bijvoorbeeld gebruiken, is dat we aangeven dat een project geen foto's heeft. Nou, wil je dat je project hoger in die ranglijst komt, kun je foto's toevoegen, kun je hem verder uitbreiden. En daar hebben we ook een kerngroep voor. We hebben een aantal echt heel actieve gebruikers van ClimateScan. Dan hebben we iedere maand een meeting met elkaar. En daarin bespreken we dit soort dingen over. Ja, waar lopen we eigenlijk tegenaan en hoe kunnen we die kwaliteit omhoog krijgen? Hoe kunnen we nou een bepaald project aanvullen? Iets wat ze ook actief doen. Even naar het volgende kopje, het veldwerk. Een van de dingen wat hiervoor nog miste is dat je attributen kunt meegeven aan een bepaald project. Maar nu hebben we dus dat het kernteam kan aangeven welke attributen, welke vragen, welke gestandardiseerde informatie wil je over een bepaald project kunnen specificeren. En iemand die dan een project aanmaakt, kan die gegevens dus invullen. Om die dingen in te gaan vullen, dat kan op dit moment alleen maar op de computer. Dat is eigenlijk iets wat we willen gaan moderniseren. We hebben namelijk een app voor op je telefoon waar je eigenlijk alleen maar een locatie kunt aangeven en een foto kan toevoegen. En dan wordt het project aangemaakt. Maar nogmaals, om weer terug te komen op dat kwaliteitspuntje, om die kwaliteit omhoog te krijgen, wil je meer informatie. Dus waar we nu druk mee bezig zijn, dit is nog niet uitgerold, maar dat gaan we in de komende maand gaan we dit uitrollen, is dat we de website eigenlijk de app-functionaliteit mee gaan geven. Dus in plaats van dat je de app nodig bent, kun je straks gewoon naar de website toe. Kun je daar een punt aangeven, kun je foto's toevoegen, video's toevoegen, karakteristieken. Eigenlijk alles wat op desktop nu kan, kan straks ook op de nieuwe mobiele website. En ook in het veld natuurlijk, ja, die projecten vallen onder een bepaalde categorie. Om dat wat gemakkelijker te gaan maken, om gemakkelijker tot een bepaalde categorisering te komen. Om projecten makkelijker te kunnen categoriseren, hebben we nu een beslisboom hebben gemaakt. En die zie je hier aan de zijkant. Water, en vervolgens kun je een categorie, je hebt de focus topic, kun je een categorie aantikken en vervolgens een subcategorie. Als het ware ga je, stap voor stap ga je er straks doorheen. Dat maakt het allemaal wat gemakkelijker om in te vullen en hopelijk daarmee meer informatie, mensen meer projecten willen gaan aanmaken. Bij het interpreteren van data, dit is al wel live trouwens. Voorheen had je een project, dat kon een punt op de kaart zijn. Maar als jij een Wadi bijvoorbeeld hebt, misschien wil je juist wel intekenen. Dus een polygoon, wat het eigenlijk is, is eigenlijk een gebied wat je intekent op de kaart. In plaats van dat je alleen zegt, ik heb een punt, kun je dus zeggen, ik zoom even in, ik heb hier een Wadi zitten, ik ga hem erin tekenen. Die kunnen we dan weer meenemen in onderzoek. En als laatste puntje wat we even willen laten zien, dat zijn de nieuwe kaartlagen. Dit is echt heel erg gaaf. Want we hebben natuurlijk heel veel data in ClimateScan, maar die wil je soms ook gaan relateren aan bepaalde andere data, aan bepaalde kaartlaag. En een heel interessante daarvan is bijvoorbeeld het hoogtebestand, het PEDOC hoogtebestand, AHN3. Die kaartlagen die zitten nu dus geïntegreerd in ClimateScan. Dus op het moment dat je inlogt ClimateScan en je zegt ik wil de kaartlagen, kun je dus gewoon zeggen, oké, ik ga het hoogtebestand ga ik aanzetten, of het bodembestand. En kun je dus de informatie die wij in ClimateScan hebben, kun je dus relateren aan bepaalde informatie in de kaartlaag. Dus even in vogelvlucht, heel snel, waar we mee bezig zijn. Ja, dat is mooi. Dankjewel. Goede presentatie, ja, dat is hartstikke duidelijk. En we zijn hartstikke blij dat de club van nerds die geen verstand heeft van informatica op jou kunnen bouwen, zodat wij onze hoofden leeg kunnen praten en jij dat kan maken. Maar dit is een terugkerend thema in dit onderzoek, dus we houden jullie elke keer weer op de hoogte van de vorderingen. En als er tussentijds wat mooie zaken te benoemen zijn, dan krijg je een tussennieuwsbrief of een mooi nieuwsbriefje met van nou kijk hier eens naar. Dus dat gaan we oppakken.
We lopen weer gruwelijk door de tijd. Want het is allemaal interessant. Dus ik sla mijn onderdeel van het inspiratiedocumentje even over tot het laatste. Als we dan tijd voor hebben. Maar ik wil Malou ten Haven even het woord geven voor de kennisbank GroenBlauw. Zij is van Climate Adaptation Services, als ik het goed heb begrepen. Dat zou heel to put zijn, maar die is ziek vandaag. Dus Malou, jij hebt het even overgenomen. Klopt dat? Ja, klopt. Mijn naam is Malou ten Haven. Ik ben sinds september werkzaam bij Stichting GAS. En even gevraagd om de kennisbank toe te lichten. Even kort wat achtergrond van de kennisbank. We zagen dat er veel onderzoek wordt gedaan door bijvoorbeeld hogescholen. En dat de info niet altijd vindbaar is. Dat er bijvoorbeeld vragen binnenkomen bij de helpdesk van het kennisportaal en via Samen Klimaatbestendig. En we zagen daarbij dat veel gemeenten bijvoorbeeld vragen hebben over effectiviteit van maatregelen. Nou, daardoor zijn de handen ineengeslagen met ook Hildgroet en Deltares. Waarbij de website GroenBlauwe Netwerk als basis is gebruikt, omdat daar al heel veel informatie op staat. GroenBlauwe Netwerk had daarnaast ook worstelde een beetje met de beheer voor de lange termijn. Dus de kennisbank die wordt nu beheerd door CAS. En op de lange termijn zal ook GroenBlauwe Netwerk gefuseerd worden met de kennisbank. En we hopen eigenlijk dat de kennisbank de standaard landingspagina wordt voor onderzoeksresultaten. Omdat je nu ziet waar veel onderzoek bijvoorbeeld tijdelijke pagina's gelanceerd worden om de onderzoeksresultaten te presenteren. Maar niet lange termijn in de lucht kunnen blijven, bijvoorbeeld met problemen met hosting. En deze pagina bundelt de verschillende onderzoeken, zowel samenvatting van onderzoeken en effectiviteit van maatregelen. Daarmee hoop ik dus dat het een goede landingspagina wordt voor verschillende onderzoek wat gedaan wordt. En dat zal ook voor dit project mooi zijn. Even kijken, ik zal even heel kort mijn scherm delen om hem even heel snel te laten zien. Kijk, zien jullie mijn scherm? Ja. Ja? Ja, is goed. Nou, dit is de kennisbank. Is de homepagina waar je verschillende onderdelen hebt. Nou, er zijn eigenlijk drie verschillende tabs. Eentje is de onderzoeken. Daar worden de samenvattingen van verschillende onderzoeken op gepubliceerd. Dan zijn er bij effecten staan hier de onderzoeksresultaten met betrekking tot de effectiviteit van maatregelen. Dus bijvoorbeeld de waterbeharding of de WADI. Nou, waarbij een uitgebreide beschrijving is van de effectiviteit. En daar zou ook dit project mooi aan kunnen bijdragen. En bij praktijk staan er voorbeeldprojecten. Ik zal zo even de link in de chat zetten. Dit even heel kort toelichting op de kennisbank. Oké, dankjewel. En dit wordt verder ontwikkeld nog de komende tijd. En ik denk dat we hier nog wel een update voor gaan krijgen. Qua tijd, we zitten al eigenlijk aan de tijd. Voor wie wil blijven hangen, we hebben nog een korte vraag. Voor wie weg moet weg. Dus bedankt voor je aanwezigheid. We nemen dit op. Je kunt het nog even terugkijken. Maar Joey, ik denk dat wij even doorpakken op het inspiratiedocument. Hè? Ja. Wij hebben als een van de onderdelen in het onderzoek een inspiratiedocument aangegeven. En in dat inspiratiedocument willen wij natuurlijk mensen inspireren. En dat willen we doen met juiste onderzoeksresultaten, mooie beelden, maar ook een mooie opmaak. En wij zijn er zelf een beetje aan het worstelen hoe dat inspiratiedocument eruit moet gaan zien en wie dat zou gaan gebruiken. Dus Joey heeft een Mentimeter opgesteld om in ieder geval binnen deze groep even wat te polsen. Hoe we daar gezamenlijk over denken. Dus Joey, gooi hem erin. Ja, on my way. We dachten we kunnen een discussie gaan houden, maar aangezien heel veel mensen heel graag altijd heel veel willen vertellen, dachten we dat de Mentimeter meer ruimte zou geven aan al jullie stemmen. Dus ik wil jullie vragen om met je
telefoon of met je computer naar menti.com te gaan. En om deze code in te vullen, waardoor je bij de Mentimeter komt. En dan hebben we zo meteen een aantal vragen waarmee we even willen ophalen waar jullie behoeftes ook liggen met dat inspiratiedocument. Dus de output die we, al die data die we nu verzamelen, die komt in een document. En hoe we dat vormgeven, dat is nog ligt heel open. En dat willen we zoveel mogelijk aansluiten op waar jullie behoefte aan hebben. Ik zal naar de eerste vraag gaan. Je kunt hier nog steeds deze code gebruiken via menti.com om in te loggen. En de eerste vraag die we eigenlijk willen ophalen, laat het trouwens weten als het niet werkt om een of andere reden. De eerste vraag die we willen ophalen is, wat zou de insteek moeten zijn van het inspiratiedocument? Dus wat zou de richting moeten zijn, de overkoepelende insteek van ons document? En dan heb je verschillende opties. Eentje is dat het een galerij wordt van gemeten maatregelen met kansenrisico's. Een andere is dat het in heel algemeen kansen en risico's beschrijven is met toelichting en richtlijnen van experts. Dat we een aantal interviews en een aantal verhalen daaruit pakken. Een heel andere insteek zou kunnen zijn dat we er een heel luchtig document van maken, waarin we juist vooral anekdotes gaan laten zien, grappige verhalen, opvallende bevindingen die er boven uitsteken. Of misschien moet het wel heel anders worden. Maar ik zie een lichte voorkeur ontstaan voor kansen en risico's in het algemeen. En ik denk dat dat misschien wel mooi aansluit op Climate Scan, waar je dan de specifieke maatregelen kunt vinden. Misschien dat we daar nog wel linkjes naar kunnen sturen. Maar dat we het document zelf dus heel algemeen houden. Oké, dat is leuke input. De vraag is, zou het ook zo zijn als jij je scherm niet had gedeeld? Zijn wij kuddedieren? Ik denk dat het wel serieus is. Ik kan ook stoppen met scherm delen, maar ik... Nee, maar ik vind het wel leuk. Ik denk dat het juist leuk is om ook te kunnen zien wat andere mensen stemmen. Oké, ik ga over een paar seconden door naar de volgende. Dus als je nog snel je stem uit wil brengen, dit is je laatste kans. En volgende vraag. De volgende vraag gaat over voor wie dit inspiratiedocument eigenlijk zou moeten worden ontwikkeld. Dus wie zouden daar nou eigenlijk gebruik van moeten maken? En dat kan iedereen zijn, dat kan een specifieke, je kunt voor mij meerdere antwoorden aanvinken. Het kan niet zijn dat het heel interessant is voor bewoners bijvoorbeeld, of iets voor juist overheden en professionals die ermee moeten werken. Is dat bij jou, Joey, iemand die zo enthousiast is? Nee. Nee. Dan ga ik even kijken bij wie ik de microfoon nog even kan dempen. Ja, en als je hier anders invult, dan zou het voor ons ook heel nuttig zijn als je zo meteen even in de chat van de Teamsgesprek nog zou kunnen beschrijven wie je dan in gedachten hebt. Oké, dus wel voornamelijk de experts lijken hier naar voren te komen in de overheden en de bedrijven. Oké, dat is ook een hele waardevolle input. Ik ga over een paar seconden weer door naar de volgende. 3, 2, 1, tik. En dan is de laatste open vraag over het inspiratiedocument is nog, welke thema's zouden we echt in naar voren moeten komen? Waar heb jij als bijvoorbeeld expert of iemand die met groen-blauwe oplossingen werkt, waar heb jij behoefte aan? Welke dingen heb je vandaag voorbij horen komen waarvan je denkt, dat moet echt een hele grote rol krijgen? Of welke dingen wisten er juist nog vandaag die er echt wel in het inspiratiedocument naar voren zouden moeten komen? Zitten daar thema's tussen die voor jou belangrijk zijn? Oké, gaaf. Ik zie inhoudelijke punten. Ik zie ook kosten. Dat is iets waar we vandaag heel weinig over hebben gehad, maar wat natuurlijk heel belangrijk is in de uitvoering. Specifieke maatregelen ook.
bewonerservaring is ook iets waar we het vandaag weinig over hebben gehad, maar wat wel veel naar voren komt ook in de metingen die we doen. Ja, dus hoe werkt zo'n maatregel ook buiten de momenten dat wij daar zijn om metingen te doen? En hoe ervaren bewoners dat van dag op dag? Maatschappelijke inpassing is ook heel interessant. Daar doen we ook nog heel weinig mee eigenlijk. We kijken wel naar omgevingsfactoren. Inpassing kunnen we nog meer mee doen. Nou, dit zijn mooie dingen. Ik moet even een goede bundeling van maken. Ja. Gaaf. Heb je er nog meer, Joey? Ik heb nog eentje. Ik geef nog een paar seconden, dus typ het zinnetje nog net uit op het woord. En dan ga ik zo weer verder. 3, 2, 1. Check. Dan heb ik eigenlijk nog één vraag en dat gaat over meetlocaties. Ik gaf net al aan, we gaan nog op een landelijke tour. Maar ook los daarvan proberen we een aantal losse meetdagen nog in te plannen hier en daar. Om nog laatste data op te halen. Dus buiten deze 5 climate cafés die we nu hebben gehad, of die we over een paar maanden hebben gehad, zijn er nog plaatsen, locaties, specifieke maatregelen die je in gedachten hebt, waarvan je denkt, joh, daar zouden jullie ook eens langs moeten gaan, die zouden jullie eigenlijk mee moeten nemen in dit onderzoek. Zijn er plekken waarvan je denkt dat we daar absoluut nog moeten komen? En ook dat is een open vraag. Dus dat kunnen locaties, plaatsen zijn, maar ook specifieke maatregelen. We hebben nu bijvoorbeeld onze focus heel op Wadi's liggen, maar als er andere groen-blauwe oplossingen zijn die interessant zijn om mee te nemen, dan zou dat misschien ook leuk zijn voor de diversiteit. Noordoostpolder gaan we trouwens ook nog heen voor een ander project, Waterbergen de Weg. Dan gaan we onder andere naar Urk om metingen te doen. Nog meer Wadi's in Groningen zie ik voorbij komen ook. De Antillen. Ja, dat lijkt mij wel wat. Ja. Ik weet niet of ze daar waterproblematiek hebben en infiltratieproblemen, maar zoet water zou toch wel een puntje kunnen zijn. Ja, als je ziet wat kleigronden en wat het heuvelland van Limburg, nou dat stel ik maar gelijk aan de Zuid-Limburgse lusgronden. Veen en klei hebben we al een groot aantal punten van, maar zouden we nog een keer extra onderzoek kunnen doen? Nou, ik denk dat we een redelijke inventarisatie hebben, Joey. Ja, zal ik stoppen met het delen van mijn scherm? Ja, deze die, ik denk dat de resultaten kunnen we een pdfje van maken en nog even nazenden. Dus mensen kunnen buiten het scherm om nog even invullen. Nou, dankjewel voor de input allemaal. Dat er nog zoveel mensen op deze plek zitten. Dat geeft maar aan dat het een gezellig overleg is. Als je echt weg moet, ga je weg. Maar ik vind het fijn om even te vragen, even een rondje te doen. Of er mensen zijn die iets nog willen weten. Wat we niet hebben benoemd. Iets wat van belang kan zijn voor het vervolgonderzoek. Wie heeft er bijvoorbeeld een vraag? Frans, dankjewel. Zijn er geen mensen met vragen? Nou, dan hebben we veel verteld, denk ik. Floris, heb jij nog iets? Je bent normaal altijd zoveel. Je zei het zo. Ja, nou wat ik mooi vind in ieder geval voor de volgende keer. En geef het ook met name aan zoals Siska van RIVM. Frans kwam met KBS. Dit soort, ik denk dat deze vorm wel heel mooi is. Dus als jij kort iets wil vertellen volgende keer. Waar we uitgebreider bij stil kunnen staan. Geef het aan. Dus volgens mij zijn er al een paar nu die er aan hebben gegeven. Dus geef dat ook met name aan. En volgens mij, ja, leuke bijeenkomst zo. Weinig aan toe te voegen.
Ja, dat is een mooie opeenstapeling van dingetjes die we gedaan hebben en die nog komen gaan. Dus de volgende keer draait zich dat om, waarin we veel te vertellen hebben wat we gedaan hebben en weinig wat we te doen. Maar we gaan jullie tussentijds wel bevragen over een aantal dingen. Over de ontwikkeling van de Climate Scan houden we jullie op de hoogte. Als we live zijn, probeer het gewoon. De Climate Cafés per keer doen we even een korte update als we in Zeeland zijn geweest en een filmpje of wat berichten dat je dat hebt gezien. Zo maken we elk Climate Café weer een stukje beter en daarmee maken we dus de onderzoeksresultaten een stukje beter. Nou, wat betreft dat inspiratiedocument denk ik wel dat het goed gaat komen met jullie input. We gaan nog een raamwerkje maken, dat zullen we ook met jullie delen. En dan gaan we daar in de loop van de tweede helft van volgend jaar gaan we daar stevig mee aan de slag. Joey, wil jij nog iets toevoegen of zeg je van ik moet naar het toilet en ik heb behoefte aan koffie? Nee, ik bedoel ook naar een andere meeting zo. Dus, Nou, dan gaan we gewoon lekker afsluiten. Ik dank jullie allemaal voor de aanwezigheid. Graag tot de volgende keer. En blijf ons voeden met jullie goede ideeën en input. Dank jullie wel. Ja, en tot gauw. Hey, bedankt. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Dank. We sluiten hem wel even af en komen er weer in voor de opname. Oh, ja, dat. Ja.